Hallo allemaal, mijn naam is Johan van Restoration.bike en in deze video laat ik je zien hoe je op een zeer eenvoudige manier een fietscassette kan schoonmaken die er zo uitziet. Mocht je dit een leuk filmpje vinden, geef dan een like en subscribe op mijn kanaal. Dat wordt altijd gewaardeerd. Zoals velen van jullie was ik ook gewend om op deze manier een cassette schoon te maken. Zoals je kunt zien in dat filmpje rechtsboven. Waarschijnlijk een theedoekje halen tussen de tandwielen en dan heen en weer. Dat duurt lang, geeft niet helemaal het gewenste resultaat. En in mijn geval kreeg ik ook gewoon een last van mijn rug van. Uiteindelijk. Dus dat doe ik letterlijk nooit meer. In ieder geval niet meer sinds ik dit gereedschap heb. Dit is een kettingzweep en een lockring verwijderaar. Waarmee ik de bovenste ring van de cassette afhaal, die hem op zijn plek houdt. Vervolgens kan ik gewoon de volledige cassette eraf halen. Feitelijk gezien is het gereedschap om je cassette te vernieuwen, maar ja, als je cassette eraf kan halen, kan je hem ook op deze manier heel makkelijk schoonmaken. Dit is terpentine. Het ziet er zwart uit. Dat komt omdat ik de terpentine altijd herbruik. Dus nadat ik de cassette in dit geval schoon heb gemaakt, giet ik het gewoon terug in de fles. Het zand en troep blijft dan onder, uiteindelijk zinkt dat naar de bodem, maar blijft gewoon onder in die fles liggen. En het bovenste gedeelte is dan relatief schoon. In ieder geval schoon genoeg om dit resultaat te behalen tijdens het schoonmaken van de cassette. Het ding is feitelijk gezien weer als nieuw. Alles is er letterlijk af. En het terugzetten van de cassette is ook heel eenvoudig. Vergeet niet om even wat vet op de body te zetten waar de cassette op gaat. De cassette kan er maar op één manier op, dus ook dat is heel erg eenvoudig. Zet de lockring tool er weer op en gebruik dan dit stukje gereedschap om hem weer op zijn plek te zetten.